Ja, hier staan we dan in het clubhuis samen met Cliff Willems van Amanou. Hey, welkom. Goedemiddag. Vertel, wat doen jullie met Amanou? Wij zijn fabrikant van een biodynamisch verlichtingssysteem. En wat het nou eigenlijk inhoudt is dat ons lichtsysteem precies hetzelfde doet als dat de zon buiten ook doet. En dat hebben we hier dus hangen in het kantoor, hè, die biodynamische verlichting. Hoe werkt dat precies? Als jij... Ik weet niet of je wel eens heel vroeg opstaat, maar om de zonsopkomst te kijken. Heel soms. Heel soms. Dan zul je zien dat de zon wat gelig is. En naarmate de dag vordert, wordt die zon steeds witter en witter. Rond het middaguren is die helderblauw. Ja. En aan het einde van de dag zul je zien dat de zon weer wat geliger wordt. Ja, jullie verlichting die past zich dus aan naarmate de tijd verstrijkt. Ja, exact. Dus die verschillende kleurtjes die de zon heeft, die heeft ons systeem ook. En inmiddels zijn er tientallen researches die aantonen dat die verschillende kleurtjes iets met jou doen als mens. En wat doen ze dan? Die gelige kleur die zorgt ervoor dat je wat rustiger wordt. Ja. En die blauwe kleur die zorgt ervoor dat je een stofje aanmaakt genaamd cortisol. Dat is een stresshormoon. Ja. En dat stresshormoon is eigenlijk een beetje de verkeerde term. Zorgt er eigenlijk voor dat je gefocust en actief wordt. Ja, en als je wat creatief wil zijn, dan heb je ook weer het gele licht nodig. Ja, want dat gele licht zorgt ervoor dat je wat rustiger wordt, waardoor je dus in een iets ontspannere sfeer komt, letterlijk. Nou, we gaan het even laten zien, toch? Zullen we even naar de knoppen toe lopen? Ja. Cliff, leg even uit. We hebben een ruststand linksonder, een focusknop, een normaal knop en een actief knop. Ja, exact. Dus wat het systeem nu doet, is letterlijk de daglichtcyclus volgen. Ja. Dus in principe hoef je er als gebruiker niks aan te doen. Maar goed, er zijn altijd situaties denkbaar waarin je hebt van, nou, ik wil heel eventjes een andere kleur. Ja. Zie je meteen dat de verlichting wat geliger wordt en ja, wat gezelliger zou je het ook kunnen noemen. Ja, en als we hem dan heel extreem op focus, want dat is de meest extreme toch? Ja, dat variant, is echt... Dan gaat die echt knal naar... Blauw licht. Blauw licht. Zoals je ziet. Ja, en, wat we ook hebben in een ziekenhuis of bij de tandarts, Minder gezellig dit. Ik denk niet dat je het zo heel snel thuis zult aanzetten, Wouter. Nee. Maar het zorgt er wel weer voor dat je gefocust wordt en dat je daardoor je... exacte taak veel beter kunt uitvoeren. Wij hebben het hier inmiddels zo'n 6 maanden hangen, denk ik. Ja. Binnenkort ontvang jij van ons een artikel over hoe wij het ervaren. Want dat willen we je natuurlijk wel ook nog even delen.